We zijn in een hal in Amsterdam. Een hal waar ze heel veel spullen, 40, 30, 40, 50 jaar hebben. Het is heel belangrijk om spullen uit die periode te vinden. De periode van zo rond de Tweede Wereldoorlog. In het achterhuis stonden natuurlijk allemaal meubels een beetje bij elkaar gezocht. Dus niet één stoel is hetzelfde. Dus dat is best wel ingewikkeld. Mensen vragen wel eens, ga je ook naar Marktplaats of ga je op Marktplaats dingen zoeken? Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Ik moet het ruiken, ik moet het snuiven, ik moet het voelen. En, dus ik ga altijd met een bus op pad. En dan beland ik altijd wel ergens in een mooie hal of in een loods. En dan vind ik heel vaak toch de mooiste spullen. Waar een gevoel in ligt. Oh, allemaal laboratoriumspullen. In de werkplaats van in het voorhuis had Otto Frank een werkplaats. En daar had hij allemaal laboratoriumspulletjes en flesjes. En hij zat natuurlijk in de specerijen. Dus er werden ook specerijen ontwikkeld. En dus daar heb ik weegschaaltjes en gewichtjes en flesjes voor nodig. En dat begint al aardig te groeien. Nou, dit is bijvoorbeeld ook wel een lekker groot ding. Dat kan je vanuit de zaal ook goed zien. Dus deze gaan we nemen.